Hawaii, Hawaii, Hawaii. Een hele goede dag. Yo, konijntje, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben net echt wakker. En ik ging op kamer op en toen lag er een pakketje. En Jamie was me gisteren al aan het pesten dat ze een pakketje voor me had besteld. Dus ik ben benieuwd wat daarin zit. Dat gaan we zo meteen openmaken. Maar ik ben dus pas naar Gamescom geweest. Het was echt zo vet. Het is echt een ervaring die... Ja, dat moet je gewoon een keer meemaken. Je loopt daar en je ziet al die stands, al die games. En het allerbelangrijkste voor mij was eigenlijk denk ik wel de zakelijke kant van Gamescom. Omdat ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik ben proberen om hele vette dingen voor jullie ook te doen. En dingen die mij ook verder gaan helpen. Weet je, want ik ben begonnen met YouTube met als idee van ik ga iets doen wat mensen blij maakt. En als ik daarbij andere mensen kan betrekken die mij weer kunnen helpen om jullie nog blijer te maken, is dat nog altijd mooi meegenomen. Maar goed, daar ga ik niet te veel over vertellen. Dat komt vanzelf wel en dat zullen we zelf ook wel zien. Maar wij gaan vandaag pittig wat leuke dingen doen. Ik heb ook nog een pakketje binnengekregen van Mariette van mosquitoes.nl en die heeft mij een pakketje gestuurd. En het is super vet, dat ga ik daar ook wel van me laten zien. Maar we gaan eerst even dit pakketje openmaken wat hier ligt. Nou, het is een mooie witte doos. Ik heb er god geen idee wat erin zit. Het is in ieder geval van Bakshop afkomstig en Jamie heeft het gekocht. En ze wil niet zeggen wat het is. Jamie? Ja? Kun je even helpen? Oh my god, super chill. Eindelijk een nieuwe. Het zat dus zo. Mijn oude microfoon standaard. Die is zeg maar helemaal kapot. Die heeft Jamie nieuw voor hem besteld. Oh. Dankjewel, Jamie. Nou, ik zal eens even uitleggen waarom ik eigenlijk een nieuwe nodig had. Dit is mijn oude. Want ik ben nu even mijn nieuwe en mijn kamer is helemaal steeds erom. Want ik ben de hele dat ik dat schoon ga maken en zo. Maar ja, ik ben 5 dagen in Duitsland geweest en daar heb ik niet heel veel tijd voor. Goed, ik laat even zien wat er aan de hand is. Want het kon gewoon echt niet meer. Kijk, hij was echt helemaal verbogen hier. Zeg maar, hier, kijk hier aan de zijkant. Dus ja, dit ging echt niet meer. Ik ga nu even die nieuwe erin zetten. Dan hoop ik dat hij het gaat doen. En ja, het is wel heel chill. Zo, een paar uurtjes verder. Heb eindelijk mijn kamer op kunnen ruimen. Even snel een hele mooie... Weet je wel. Geen idee of je weet wat ik bedoel. Jamie zit ook in beeld. Dus dat is ook nog een extra. Ik heb gewoon een vloer. Dat wist ik niet eens. Nee, ik heb gewoon vloerbedekking. Ah, maar goed. Mijn kamer is opgeruimd. Ik ben bezig met een paar mailtjes versturen naar alle mensen die ik op Gamescom heb gesproken. Wat ik nu aan het doen, maar ik moet zo meteen eventjes weg. Want we hebben ook heel veel opgeruimd op zolder. Er stonden heel veel oude dingen. Die hebben we allemaal, gaan we nu allemaal weggooien. En zo meteen ga ik ook nog... Kawaii. Hawaii. 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 Super kawaii. Ga ik zijn. Ik ga heel erg kawaii doen. Hoe, dat laat je daar allemaal eventjes zien. Vanavond gaan we misschien ook nog even naar de bioscoop. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Gaan we misschien een sextape. Ik heb kaartjes gekregen van Universal. Super vette film schijnen, want ik zie Cameron Diaz in onderbroek. Dus dat is altijd een win. Verder een redelijk relaxed dagje. Ik heb namelijk heel veel gelopen op Gamescom. Ik voel het echt in mijn benen. Ik ben namelijk niet gewend dat ik 5 dagen achter elkaar de hele tijd heen en weer ben aan het rennen. Al moet ik zeggen dat ik de eerste dag echt heel veel mensen heb gesproken. En ik heb ook echt mensen gesproken die van, die vinden mij helemaal niet boeiend en zo. En toen zei Jamie en mijn vader was ook mee, die zeiden van ga het gewoon proberen en wie weet waar het schip strandt. Dus ik heb nu misschien een heel vet contact. En ja, wie weet dat er ook nog hele vette dingen mee komen. Dus dat ben ik nou nog doen. En ik moet nog even een Minecraft Survival gaan opnemen zometeen. Maar dat komt dadelijk allemaal. Ik ga eerst even al die spullen weggooien. Dat is even veel plan. Nou, we hebben de dingen weggebracht. En toen kwam mijn moeder op het briljante idee. Laten we gaan uit eten. Je raadt nooit dat we gaan uit eten. Ik heb het ook niet echt eergisteren nog gehad of zo. We gaan gewoon weer sushi eten. En het is super chill. Ik heb super veel zin in. Jamie heeft ook weer zin in. Luister maar. Jamie, heb je er zin in? Ja! Ja, Jamie heeft er zin in. We gaan weer lekker sushi eten. Ik ga nu heel even de Minecraft Survival opnemen. Zoals ik kunt zien. Ik laat heel even zien hoe ik het altijd doe. Kijk, dat ben ik, met camera en alles. Je ziet Jamie ook helemaal in de achtergrond. Dus deze aflevering zie je Jamie dan ook nog even in de Minecraft Survival. Heel vaak kreeg ik de vraag van mensen, kom, waar neem je eigenlijk mee op? Ik gebruik Fraps, gebruik ik eigenlijk alleen om op te nemen. Ik heb echt nooit iets aan, ja, voor OBS als het moet. En ik zit echt te denken of ik niet mijn haar zo meteen nog moet doen. En dit is trouwens altijd grappig, ik kan mezelf zien hoe ik aan het vloggen ben. Dat is altijd eventjes winnen. Ook heb ik een boekje binnengekregen, namelijk de VARA-gids. Daar stond ik in, had ik op via Twitter binnengekregen en ze kwamen zo graag hebben. En het is heel leuk om te lezen eigenlijk, want de titel is, ik weet niet of je het kunt zien, even kijken, kun je het zien? Er staat van Kittens en Cupcakes tot de Loopy & Power Song. Dus dat vond ik zo vet dat het er stond. En ik ga denk morgen of vandaag probeer ik nog eventjes naar mijn postbus te gaan.
Omdat er zou nog wat fanmail liggen. Ik heb hier nog meer fanmail en ga ik binnenkort even een video over maken. Wil je ook fanmail sturen? Check even hier beneden. Het staat hier in de beschrijving, het adres. En anders is het postbus 114 6160 AC Geleen. Daar ga ik een video over maken. Dus wil je wat sturen, stuur me gewoon gerust wat op. Want ik ben echt benieuwd wat voor een... Ik heb trouwens een leuke tekening. Ze hangen hier achter ook nog even. Zo, ik weet niet of je ze allemaal kunt zien. Dingen die ik echt vet leuk vind en vet cool. Die hang ik altijd op. En ik moet zeggen, die dingen die heb ik altijd op, waren de eerste 5 dingen. Dus ik dacht van ja, dat is toch wel apart. Dat is speciaal, die eerste 5 dingen. Dus die heb ik opgehangen. Oh ja, ook heb ik ook nog even iemand op Skype gekregen. Voor eventueel ja, iets leuks voor jullie ook. Ook een beetje voor mezelf natuurlijk. Je moet soms ook een beetje aan jezelf denken. Dus dat is wel heel belangrijk. Maar wij gaan zo meteen dus uit eten. Oh, en ik zou nog iets kawaii's doen. Dus dat komt ook nog zo meteen nog aan. Dus blijf lekker hangen. En ja, dat is het wel een beetje. Ik ga even opnemen. Dus ik zie je zo weer. Doei! Oké, dit is dus een probleem met Ansel's server. Dus ik kan eigenlijk helemaal niks doen nu. Trouwens, ook afgesproken om te gaan uit eten. Dus ik moet nu weg. Dus dat is wel even een stressmomentje. Maar goed, ik ga nu dus weg. En we gaan zo meteen even kijken wat we allemaal moeten doen. En nu zit ik ineens in een sushi restaurant. Het is hier nog redelijk leeg. Maar het zal zo komen dat het nog niet zo heel laat is. Het is pas 5:30. En altijd als ik hier zit, dan hoor ik altijd van die muziek. En dan denk ik van, ja, dit kan ook echt alleen maar hier zijn. Ik weet niet of je het hoort, maar het is wel altijd heel typisch. Maar goed, wij gaan lekker eten. We zijn nu een beetje bezig met bestellen. Drinken bestellen. Dus het moet helemaal goed komen. Ik heb in ieder geval hartstikke trek, want dit zal ik in de auto. En als je weet dat je gaat eten, dan krijg je altijd gewoon meer honger of zo, lijkt het wel. Is je tonijn? Want ik heb nu echt meer honger. Nee, ik hoop niet voor tonijn. Hey, ja, hallo. Leuk dat je kijkt naar een video. Volgens mij heb ik gewoon echt veel te veel gegeten. Volgens mij het is ook. Altijd zo, als je dan wegloopt, dan is het echt zo van, ik ga nooit meer zoveel eten. En over een uur heb je weer honger. Dat is altijd standaard, is het zo. Maar goed, volgens mij gaan we nu naar huis. Ik weet niet of we vanavond nog weggaan, want we wouden wel naar een film toe. Oh, we gaan een terrasje pikken. Is de auto wel groot genoeg voor om een terras te pikken? Oh, ik zie dat het tijd is voor yoga. Ik hoop dus dat, eigenlijk dat we misschien nog naar de film toe kunnen. In ieder geval, ik moet die marketaflevering nog afmaken voor Enzo's kanaal. Ging een beetje lastig. Aangezien het nog vervelend was dat server niet deed. Ik hoop dat Piet het gefixt heeft, want ik had hem wel gebeld voordat ik wegging. Waar gaan we nu het terrasje pikken? Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Aangezien de auto er echt nooit groot genoeg voor is. En in één keer zitten we thuis op jongens en meisjes. Wij gaan kawaii koken! Dat is echt al Japanse, toch? Nee, toen ik heb een pakketje gekregen van Mariette. Dat is Poppin' Cookin'. Toepassing is het ook sushi. We hebben net ook sushi gegeten. Ik ben heel benieuwd of je het eigenlijk ook wel kunt eten. Eén probleem, alles staat in het Japans. Maar ik zie wel allemaal kleurtjes. Dat scheelt dan wel weer. Oké, okay, let's fucking do this. Ik ben benieuwd of het überhaupt tevreden is. Of dat het überhaupt cool is ofzo. Maar goed, dat zien we zo meteen wel even. Zo kawaii! We hebben een schaar nodig. Kijk, het staat echt allemaal in het Japans. Oh, ik weet niet of ik het kan zien, maar het staat echt allemaal in het Japans. Stap 1. Gewoon water en dan zo'n zakje. Ja, maar hoeveel? Tot een streepje, dat weet ik wel. Oh, hij heeft het al een keer eerder gezien. Ja. Het is een bepaald streepje. Zit van poep. Dat is het zeewier. Oh, een tepel. Ja, daarmee moet je... Oké, okay, we beginnen bij 1. En dat is het blauwe zakje. Dat zie ik wel. Maar tot welk streepje moet het dan? Die? Nee, wacht. Nu weet ik het niet meer. Ja, dit moet helemaal vol met water. Ah ja. Lekker, hè? Ja, dat is alsof je een hele dunne diarree hebt, is het eigenlijk. Nou, lekker zeg. Ik hoor je dat? Klinkt nog. Is het zo genoeg? Moet er nog iets meer? Kijken. Maar de tafel staat scheef, volgens mij. Nou ja, kan nooit misgaan. 1 druppel meer of minder. Zo neukt het helemaal. Oké, okay. Ik vind het zo goed. Oh, er zit ook een schepje bij! Oh my god! Kun je dat eigenlijk al zien? Kijk eens of je dit kan zien. Oké, okay. Dat is deze. Huh? Je moet het zakje bij dat water doen en dan okay. Moet het schepje roeren. Ah ja! Wow! Het vlieg je helemaal... Oh, dat ruikt zo zoet! Oh, ie. Oh, dat ruikt echt heel zoet. Te zoet of lekker zoet? Lekker zoet. Oh. Oké. Okay. Zo, hier. Allemaal drugs gaat hierin. En nu ga ik het mengen. Wat is er nou, bubblegum of zo? Witte bubblegum. Ruik je het? Ja, echt heel sterk. Het is echt heel zoet. Maak er een balletje van, klaar. Nee, echt. Op dat plaatje zit ook zo wolkerig. Ik heb mijn handen helemaal niet gewassen eigenlijk. Eeuw, echt niet. Ik heb geen idee. Dit is toch geen rijst, joh? Hoe moet het er dan uitzien als een rijstkorreltje? Ja. Nou, dat wordt het dus niet. Stap 2. Is dit genoeg? Als het tot het randje is, is het genoeg. Ik weet niet wat het randje zit. Ik zie het randje niet meer. Het zal wel. Kan niet misgaan. Kan niet misgaan. Nee. Hier, kijk hoe dit uitziet dan. Oké, okay, de gele. Is het wel de goeie? Ja. Ik voel me echt een samurai als ik dat doe.
Doe maar eerst in het water voordat je gaat ruiken, anders komt al het poeder in je neus. Het wordt geel! Het is urine. Japanse urine. Het wordt al wat steviger. Lees het Japans even voor. Het lijkt wel babykots. Je maakt het lekkerder, schat. Dank je. Of appelmoes. Het is appelmoes! Dit is appelmoes, wat ruikt niet naar appelmoes. Maar het is het wel. En ik denk dat ik het hard moet laten worden. Ja. Oké. Je hebt het goed geroerd. Ik doe zo meteen mijn BH uit en dan wordt het wel snel hard, denk ik. Ik moet het nu mooi glad maken. Je moet het hard laten worden gewoon met die andere dingen verder te gaan. Oké, maar er zit nu allemaal troep aan mijn spatel. Moet je aan de zijkant eraf schrapen. Echt, als SpongeBob dit zou zien, zou ik niet blij worden hoor, met zo'n vieze spatel. Ik heb een beter idee. Ga mijn spatel maar schoon. Lik schoon. Ik denk dat ik nu ook die andere moet gaan doen. Oké, die moet ik even hard laten worden. En ondertussen ga ik nou deze maken. Dat moet tonijn voorstellen, denk ik. Ja, dat ga ik nu gewoon elke keer doen hoor. Ketchup. Dit is ketchup. Ja. Volgens mij moet het... Ik zei net nog dat het tonijn zou worden, maar het is nu ketchup geworden. Dus ketchup en mosterd. Oké, ik moet het hier gaan uittrekken. Het is zacht. Nee, grapje. Is dat niet het laatste stapje? Grapje. Nee, volgens mij niet. Er staat er 4 boven. Oké, hoe ga ik zorgen dat het niet breekt? Dit moet hier. Het voelt me net weer alsof ik in de kleuterklas zit. Lekker met klein spelen ben. Het ziet eruit als drop, maar volgens mij smaakt het er niet naar. Shout out naar Nina, trouwens. Want ik zei Nina. Jongens en meisjes, pas op met messen. We hebben me nooit of zien bedriegen. Oh, vet leuk. Vet leuk. Oké, ik heb nu dit gemaakt. Wat moet ik nu doen? Oké, A en B. Vecht. Net alsof ik het vaker doe. Wat moet ik in A doen, wat moet ik in B doen? Dat hoort er nou bij, hè? Wow, het wordt blauw. Dit kan alleen maar goed nieuws zijn als het blauw wordt. Ah! Doe. Wat dan? Het is slecht. Oh, het wordt oranje. Dit is vast de Nederland editie. Oké, are you ready? Ik moet nu zeg maar dit oranje spul ik opzuigen. En dan moet ik hier erin laten vallen. Holy shit. Wow, Dragon Balls! Wat cool! Ik denk dat het vissenijs moet voorstellen. Maar ik weet het eigenlijk wel zeker. Dat is al die sushi van vandaag. Wajo, kijk dan! Dragon Balls. Oké, wat moet ik nu doen? Oké. Let's make some sushi. Ik heb hier ook laat ze ook zien hoe groot die moet zijn ongeveer. Volgens mij zoiets. Oké, ik ga deze eruit proberen te halen. Met heel veel liefde. Oh ja! Oh ja! Kut! Oké. Ik ga dit gebruiken. Ik vraag me af of ik het al goed doe. Hier die it goes. All around. Kut! Net te klein! Oké, wacht. Zo. En nu mijn eitjes erin. Dat klinkt heel vies trouwens. Tijd voor het. Oh, lekker. Oh, wat lekker. Dit wordt een delicatesse. Ik ga ook even wat lekkers eten hoor. Turfie. Dat valt best wel mee. Dat valt best wel mee. Is best te doen. Waarom geven ze hier maar eentje van? Proef elke Jamie. Nogmaals bedankt Mariette van MostSerious.nl. Het was echt heel lekker. Oké, jongens, ik zal eerlijk tegen je zijn. Het viel allemaal best wel mee eigenlijk. Het was wel heel erg zoet eigenlijk. Hey, ik denk dat je wel moet van houden, maar ik moet zeggen, het is wel heel leuk om een keertje te doen. En ik heb nog meer dingen gekregen van Mariette, die ga ik binnenkort ook nog doen. Ik kan ook nog hamburgers maken met die dingen. Nee, het was echt heel leuk. En wil je het zelf ook eens een keertje proberen, check even hier beneden. Er staat een linkje waar je het kan krijgen. Het is echt heel leuk, het is echt de moeite waard. En zoals je kon zien. Ja, de smaak, ik weet niet, maar oprecht. Die met die oranje balletjes, die vond ik echt heel lekker. Echt, ik vond het echt heel jammer dat daar niet meer van in zat. Maar goed, ik ga nu even wat anders doen. Even kijken wat er moet gebeuren. En dan zie ik je zo meteen. Ja, dat is heel raar. Oké, het is pittig laat. Ik kan niet te hard praten. En ik was bijna naar boven gelopen zonder mijn vlog te eindigen. Dat zou echt schandalig zijn geweest. Maar het is nu bijna 3 uur. Dat is... Het leuke van alles is dat we zeiden, we gaan op tijd naar bed. We gaan lekker nog filmpje kijken en dan gaan we lekker slapen. Helaas niet. Hey, ik heb iets extra's voor jullie. Een bonus. Speciaal voor jullie, iedereen die echt tot het einde kijkt. Ik ga een babyfoto laten zien. Van toen ik... wat was ik toen denk ik?
anderhalf jaar oud of zo. Misschien nog niet eens. Maar dit is hem. Ik weet niet of je het kan zien. Oh, het is schattig, hè? Kun je het zien? Ja, maar het is heel klein. Het lijkt net een klein blauw smurfje. Jamie gaat het even fixen. Ja, ja. Schattig, hè? Oh, wat lief. Maar goed, jongens en meisjes, het is het einde van de vlog. En ik weet bijna zeker dat iedereen nu die foto gaat printscreenen naar mij gaat tweeten. Maar goed, ik heb het er maar voor over. Oké, jongens en meisjes, vergeet niet al een duimpje omhoog achter te laten. Dat is echt super motiverend. En check ook even mijn webshop, die staat hier beneden. Dat is colijn.spreadshirt.nl. En als je iets op de post wil sturen, ik was bijna vergeten hoe je het moest zeggen. Dat is postbus 114-6160 AC Geleen. En check ook even moestudios.nl even uit. En dan zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe vlog. Of bij een hele andere nieuwe video. Want ik ben eigenlijk ook van plan om nog Omegle te gaan doen deze week. Is dan eigenlijk Omegle voor Miel? Nou, maak je hem niet uit. Laat me je beneden achter in de comments. En ik zie jullie de volgende keer weer.